Spannend hoor. Ja man, het is net de bus van Sinterklaas dit. Zien jullie, dit gaat allemaal naar ons nieuwe huis? Ja, dit gaat allemaal mee naar Duitsland. We hebben alles van Marktplaats bij elkaar verzameld. Nu hopen we dat alles heel aankomt. Flink gesneeuwd, Stefan. Ja, helemaal wit, hè? Ja. We zijn er. Austria. Stefan, voelt toch een beetje thuis komen hier? Ja. Kijk, dit is de plek die we even een metamorfose gaan geven. Nou, ik denk dat we alles wat we bedacht hebben, dat dat allemaal gaat passen, als ik het zo zie. Als ik het goed in mijn hoofd geprent had. Dus we halen dit er allemaal uit. Het gaat allemaal weg. Ja, we gaan alles eruit halen. We moeten nu alles uit elkaar schroeven. Ja. Een kar naar buiten en dan de nieuwe lading erin. Stefan, ik krijg hem gewoon niet door de deur. Nee? Nee, hij past gewoon niet. En nu? Hoe krijgen we alles eruit dan? Ja, het is volgens mij maar één oplossing. Jullie hebben een moeder deze? In het midden. Midden. Stap je naar achter, Stefan? Kom. Oh, pas op, iets meer deze kant op. Julien is volgens mij helemaal klaar. Zal ik kijken? Ja man, ik ben ontzettend benieuwd. Spannend. Hey Julien. Hoi jongens. Is het af? Zeker weten, kom binnen. Wow. Zeg hè? Julien, het is waanzinnig man. Je hebt het totaal omgetoverd. Ja, we zijn eigenlijk, heb ik op Marktplaats dit hele appartement bij elkaar verzameld. En zoals je ziet hebben we hier gekozen voor een grote lange tafel, leeftafel. Om te zorgen dat iedereen hier tegelijk kan zitten, eten. Je kan werken, je kan een spel spelen. Maar gewoon een grote leeftafel. Met mooie oude stoelen erbij. Mooie stoeltjes ook zeg. Kijk nou. Mooie spijlerstoelen. Die heb je ook gewoon gevonden. Zijn ook tweedehands? Ja, ze zijn allemaal tweedehands. En de stoelen matchen mooi met de schommelstoel daar in de hoek. Oh ja. En het kleine tafeltje. Dus hier ga je lekker s'avonds zitten en een boekje lezen. Wow, grote bank, Stefan. Ja, dat is de relaxruimte. Na het sporten overdag ga je hier lekker op de bank liggen. En een boek lezen, tv kijken, een filmpje kijken. En dat is eigenlijk gewoon deze hele ruimte is daarop gefocust. Stefan, we hadden al een prachtig appartement om mee te ruilen, maar het is nog 10 keer beter geworden. Ja, als je dit niet doorruilen? Ja, dan weet ik het ook niet meer. Dank jullie, hè? Geen dank. Ik hoop dat jullie het snel kunnen ruilen. Toch.